Poeh, zeg. Wat is het hier een rommel. Nou, daar weet ik wel een leuk liedje over. Ruim je rommel nou eens op. Alles ligt scheef en op z'n kop. Ja, ik had natuurlijk wel liedjes gaan zingen, maar ik kan beter echt op gaan ruimen. Want straks komt mijn tante Viola op bezoek en die is heel netjes en deftig. En als het hier niet opgeruimd is, dan krijg ik op mijn kop. Dus ik ga gewoon opruimen en zing onderwijl het liedje. Helpen jullie me mee? Oké, daar gaat ie! Ruim je rommel nou eens op. Alles ligt scheef en op zijn kop. Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam, maar heel vlug. 4, 3, 2, 1. Boeken in de boekenkast, kleuren in de klerenkast. Alles heeft een vaste stek. Speelgoed in de speelgoedkast, schoenen in de schoenenkast. Leg alles op zijn plek. En de kopjes papier, die liggen daar en hier. En hier, die gooi ik met het grootste gemak. In de prullenbak. De klep weer open doet. Ruim je rommel nou eens op. Alles ligt scheef en op zijn kop. Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam, maar heel vlug. 4, 3, 2, 1. Jij keurig netjes opgeruimd. Netjes hoor. Zeg maar Dirk, zou je je tante niet eens wat te drinken aanbieden? Ja, dat is goed. Ach, weet je wat, ik pak het zelf wel. Jij bent natuurlijk hartstikke moe. Je hebt die hele middag heel goed lopen opruimen. En ze even... Kom mee, kom maar even zitten. Hier in een lekkere stoel. Oh, tante, ik haal wel even een kopje thee voor je. Oh. Alsjeblieft, tante, een kopje thee. Daar kalmeert u wel wat van. Ja, lekker. Ik snap er niks van. Ik had toch heel goed opgeruimd. En die sokken, die waren schoon. Oh, tante. Neem een slokje thee. Het is rustgevende thee. Komt toch goed. Klaar.